MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Kursat Soumeli, de maker van de 1-0, de ban is gebroken voor jou. Ja, mijn eerste doelpunt dit seizoen. Dus zoals je zegt, de ban is gebroken voor mij. En nu bij MVV, dus dat is extra mooi. Ja, een belangrijke goal, want het zet jullie op voorsprong en het geeft jullie als het ware controle over de wedstrijd in de tweede helft. Ik denk dat we eerst zelf ook al redelijk veel controle hadden over de wedstrijd. We moeten onszelf belonen, misschien eerder, maar die 1-0 is natuurlijk lekker. Ja. Want dan weet je dat je dat voort kan zetten en zij moeten komen en vervolgens de 2-0 maken, precies zoals gedacht. Ja. Wat mij opvalt vandaag, maar ook vorige week, is dat jullie gewoon heel stabiel staan achterin. Ja, ik heb wel vorige keer ook gezegd, wij zijn een hele gedisciplineerde ploeg die verdedigend gewoon goed staat, goed zijn taken uitvoert. We trainen daar vaak op en nu dat loont, zeg maar, dat is allemaal extra fijn. Alleen is de taak wel, als je goed staat, om dan zelf ook te scoren. En dat doen wij de laatste tijd, dus daarom winnen wij. Ja, is dat ook het belangrijke van deze ploeg, dat juist die discipline, dat het daar goed mee zit? Ik denk het wel. We hebben spelers met individuele kwaliteiten, natuurlijk, zoals elke ploeg. Maar ik denk dat dat gewoon de basis is. En als dat de basis is, zoals elke wedstrijd, dan weet je gewoon dat je van elke wedstrijd een echte wedstrijd kan maken. En dat je van vrijwel iedereen gewoon kan winnen in deze competitie. Ja. Jullie zijn bezig met nu een begin van misschien wel een hele leuke serie. Ik kan me voorstellen dat dat een enorme boost geeft in dat team. Ja, vorige week al. En het geeft gewoon een boost, het geeft een goed gevoel als je wint. Vooral als je goed speelt en wint. Ik denk dat we de eerste helft gewoon echt goed veldspel hebben laten zien. Vervolgens de tweede helft zetten zij wat meer vast. Maar dat geeft de boost en natuurlijk, als je wint is iedereen gelukkig en blij. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je nu zie je op de ranglijst ook echt een verschil. Twee plekjes gestegen, dat je nu eindelijk resultaat begint te zien van het harde werk en het goede spel. Ja, en dat is mooi. Dat geeft extra goed gevoel. En ik denk dat we dat gewoon echt voort moeten zetten. De sfeer goed inhouden, plezier heel belangrijk, maar ook de werklust die we elke training neerzetten, zeg maar. Als je die erin houdt, dan kan je nog... Ja, ik wil niet vooruitlopen op de zaak, maar dan kan je nog hele mooie dingen doen natuurlijk. Ja. Ik ga niet te groot praten. Ja, maar het is wel duidelijk dat, zeg maar, als deze ploeg die al op elkaar ingespeeld is en dat misschien nog meer raakt, dat daar misschien voor in de toekomst wel mooie dingen kunnen ontstaan. Ja, dat is de bedoeling. Een opbouw naar de toekomst vooral. En we zijn gewoon heel goed op weg. En laten we dit vooral vasthouden. Niet te veel in euforie. Sorry, niet te veel in euforie, maar... Maar vooral wel genieten en blij zijn met de overwinningen en het werklust, zoals ik zei, erin houden. Ja, nou gaan we genieten. Dankjewel. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.